Welkom bij een nieuwe video. Vandaag reviewen we Chromany van Gold Dust 2. Dit is een nieuwe game dus. Laten we beginnen. Mijn eerste indruk is... Ziet er goed uit. Voor het begin de game. Want die staat al een paar dagen. Ik dacht... Waarom niet? Oké, in winkel. Ziet er oké uit. Eens even kijken. Hier kun je een auto spawnen, zie ik wel. Met de parkeerplaats even hier zo. Oké. Oké, even kijken. En dan moet ik apart een website openen. Oh, die is aan Vault Lab. Oké, even kijken. 10.000. Moet even een eentje die even die gratis is. Dat is het handigst. Even kijken. 2.000. Wat, hoeveel geld heb ik? Oké. Nee, moet even kijken, want het kost allemaal geld. 1000. Nou, ik heb net geen geld. Die kost 1k, dus. En anders dan stelen we gewoon. Oh, ik krijg een auto 2, kan ook. Zeg wel, bedankt. Nou, deze huis ziet wel tof uit, vind ik, ja. Ja. Bedankt. Nou, er is een random weg die doodgaat met een C of iets. Hier hebben we ook huizen. Ziet ook wel cool uit. Ja, wel sommige straatjes om je ook te zijn. Misschien ietsje, moet ik het zeggen, groter maken. Dat vind ik het wel goed. Moet ik even kijken, hè. Want het is even zoeken, dat ook. Ik ga hier eens even langs, misschien vind ik hier wat. Oh, hier is de snelweg. Oké. Ik vind het eerlijk gezegd niet zo'n mooie kijk hoe die gemaakt is. Hij gaat zo omhoog. Dan kun je even zo. Dan gaat hij weer even zo op een rechtstuk. En dan gaat hij weer zo omhoog. Vind ik een beetje rare dingen. Maar oké. En hier een mooi blokje. Ja, dit is een snelweg. Hier heb je matrixbotten. Heb je hier een brug. Heb je hier zo. Wat is dit? Even kijken. Oh, dit hier zag ik wel. Ken ik wel. Ziet er ontzettend nice uit, ja. Dan hebben we hier een vliegveld. Het vliegveld van Chromany. Even kijken. Check-in, douane. Kun je ook ergens naar buiten of? Want ik wil naar buiten. Hé, ik kan niet naar buiten. Oh. Maar de verkeerstoren zie ik wel. Heli pad en een opstijgplaats. Je moet hem ook wel. Nou, brandweer ken ik ook wel. De grote grachtingen. Dat zat ook wel nice uit. Nou, hier een kleine. Een kleine ratot. Ik kijk hier goed uit met mijn auto. Oh my. Oeps. Oeps. Oh, een batachet. Oeps. Oh, oeps. Oeps. Heb je een telefoon? Waarom wil mijn telefoon niet? Ah, mijn telefoon werkt niet meer. Dat weet ik niet, dat wil ik niet. En dan heb ik geen auto meer, want nu hij weg is. Maar mijn telefoon is kapot. Dat is heel erg leuk. Kijk, die van agent Steyon, dankjewel. Dag. Agent. Doei. Ik leen even je auto. Oké, even kijken. Is het ook totaal niet een misdaad, hè? Oké, even kijken. We kijken even verder op de snelweg. Even kijken. Hier ga ik zo even langs. Oké. Hier moet de boom. Hier hebben we allemaal botten en zo. Dit zijn vetgebouwen en zo. Ik ga ze eens even kijken. Hier heb ik nog niet geweest. Ja, dat zijn allemaal gebouwen. Vind ik wel nice hier. Nee, hier hebben we ook gebouwen. Huizen. Ik weet het juist ietsje minder, maar wel leuk. En ha, we hebben allemaal zeecontainers hier. Eens even kijken. Hier hadden we een politiebureau, hè? Zag ik. Ik dacht daar zeer dat ik het water in reed. Oké, dit moet politie voorstellen. Ik vind de kleur niet zo mooi erbij passen. Een platte dak maakt het ook niet zo mooi, vind ik. Maar. Ja, die kleur vind ik niks. En ja, de vloer, dat maakt ook. Ik vind het gewoon niet een mooi gebouw, maar inrichting wel leuk.
Dus sorry, dit gebouw wordt mij niks. En mijn politieauto is weg. Jammer. Ik had echt een leuke een en dan wordt die gestolen. Dat nou echt pech hebben. En ik kan ook niet terug, want mijn telefoon is kapot. Dus ja. Kan ik resetten of zo? Nee. En dan zit ik hier voor eeuwig vast. Ik rejoin wel even. Nou, mijn telefoon doet ook weer. Oké, kijken. Dit is dus de telefoon. Hier kun je... Ja, je team change, winkel, auto, telefoon, het profiel, echt nice. Ja, nou zit ik ook zonder auto. Prachtig. Ja. Ik weet het, maar ja, wat moet ik even kijken. Heb ik ook wel geld of zo? Ik koop bij mijn auto. Even kijken. Ik had nu wel genoeg geld voor een auto. De Toyota. Even gekocht. Zo. Nu ga ik even verder kijken, want anders komt het niet goed. Even kijken. Even kijken. Je hebt hier precies hetzelfde. Ook zo'n golfje in die weg. En misschien dat even fixen, dan ja. Lijkt het wel een stukje beter. Ook iemand genooid. Deze tunnel is ook wel nice. En zo te zien hebben we hier een McDonald's. Oké. Hier ben weer gebouwen. Hier loopt de snelweg weer dood. Oké. Gaan we eens even hier kijken. Deze huizen, die ken ik van mijn devshop. Dat ook even joinen, staat in de beschrijving. Die zien ook wel echt heel nice uit. Hier ook wel. Je hebt ook nog flat gebouwen, zag ik wel, zie ik wel. Oh, ja. Oké, ook allemaal. Ja, een rechtershoef of zoiets. Oké. Nou, hier heb je dus de Mackie. De Mackie. Ik weet hoe dat... Die naam, die klopt niet. Het is MC Donald's. Niet McDonald's. Dus, ja. Van binnen ziet het wel oké uit. Maar... Zo vind ik het niet echt heel mooi. Maar, heb je Esso nog? Nou, duidelijk. Hier is de eerste wat nog is. Gaan we eens even zoeken naar de rest. En nog ambulance, wat ik heb gemist sowieso. Dus daar moeten wij even naar op zoek. Even kijken. Hier hebben we ook nog allemaal gebouwtjes. Waar ik niks aan heb. Maar hè? Oh. Oh mei. Daar keek ik even niet uit. Sorry. Dan zit ik vast in het water. Nou, ik heb er genoeg gezien. Ambulancepost kan ik toch niet vinden. Dus dan slaan we die maar over. De uitslag. De game ziet er voor het begin de game best prima uit. Sommige gebouwen kunnen ietsje beter, maar het ziet er al prima uit. Misschien wat de wegen vind ik wel ietsje minder, ziet wel leuk uit. Maar sommige afslagen, die hebben dan weer zo'n golfje en de andere is zo oprecht gemaakt. Dan gaat hij weer omhoog en zo. Dus misschien dat al refixen. De telefoon echt mooi gemaakt. En ja, voor de rest geef ik het een voor het begin de game al een 8. Like het ook en dan zeg ik het ook. Laters!